Onze vrienden van Cooler Master hebben weer iets nieuws opgestuurd en dat is het ding wat vandaag onthuld is. Vandaag aangekondigd en we hebben hem hier al klaar liggen voor de unboxing. Het is niks minder dan de Cooler Master MasterKeys, niet Lite, ik ging het bijna zeggen, maar MK750 of 750, hoe je het ook wil noemen. Het is een nieuw mechanisch toetsenbord van Cooler Master. En ze zijn een beetje een andere stijl ingegaan. Ze zijn gegaan voor die exposed body zoals je al kan zien en natuurlijk, hey, het is de laatste tijd helemaal hip en happening, polsteuntje. Hoort er tegenwoordig bij. Razer doet het, Corsair doet het, Cooler Master heeft zoiets van, weet je wat, gaan we daar ook eens een keer lekker mee uitpakken. En dat mag, dat vinden wij helemaal prima. Dit is sowieso ook een beetje een toetsenbordje wat probeert een beetje concurrentie te bieden voor Corsair. Het is mechanisch, het is exposed, er zit natuurlijk wel lekker veel plakband op, dat ook. Oh my god. Gaan we ooit een unboxing krijgen waarbij alle lipjes gewoon echt meteen goed werken? Of zijn onze Stanley messen gewoon heel bot? Is dat het? Ik heb geen idee, maar gaat dit ooit goed? Waarschijnlijk niet. Anyway. Nee, het is een toetsenbord wat voor €159 op de kop gaat. En dat is nogal aardig wat, maar dan krijg je dus wel cherry switches. We hebben hier in dit geval de blauwe te pakken. Is ook alweer een keer leuk. Vaak zitten we met de bruine, soms de rode. Eén keer zelfs de speed switches, maar nu is het zover. We gaan weer een keer terug naar de blauwe Clicky Glory. En dan gaan we nu zien hoe dit ding eruit komt. Even kijken waar we beginnen met openen. Ah, hier zo te zien. Het probeert een beetje concurrentie te bieden op andere toetsenborden-merken. Cooler Master zit natuurlijk ook al langer in de toetsenborden-game. Maar qua mechanische dingen is het een beetje... Ze hebben het nog wel karig gelaten en daar gaan ze nu meer op uitpakken. Je merkt heel erg, Cooler Master is natuurlijk van de voedingen, is van de enorme kasten en dergelijke. Maar nu gaan ze dus ook iets meer toch proberen die peripheral kant in te gaan. Daar ligt de focus nu meer op en dat zien we dus ook met bijvoorbeeld een hele stevige polsteun. Op zich, het zit al aardig ferm en voor zover ik heb begrepen is het ook een magnetische polsteun die er zo makkelijk aanklikt. Ik moet trouwens ook wel zeggen dat qua unboxing, laten we eens even ingaan op de materie van de unboxing. Leuk dat dit soort draagtasjes erbij zitten. Dat vind ik persoonlijk altijd heel erg fijn. Dan weet je tenminste dat het veilig blijft in de doos of als je hem een keer wil vervoeren en dergelijke. En daar komt hij dan, zowaar. En als het goed is, klikt dat er zo aan. Je ziet het hier. Het klikt er zo meteen aan en het zijn dus die exposed toetsen. Doet mij een beetje denken aan bijvoorbeeld de Asus ROG Claymore die we een tijdje terug behandeld hebben. En bijvoorbeeld die mooie, iets te dure van Corsair zelf, de K59 RGB Platinum. Wat je er ook bij krijgt zijn deze leuke extraatjes. En die maken het meteen wel heel interessant, want die zijn paars. Waarom paars? Nou, omdat het een nieuwe voerkleur is van Cooler Master, zo te zien. Ik heb het idee dat dat een nieuw idee is van zo om te doen dat ze tegenwoordig voor paars gaan. Maar je krijgt er een mooi armpje bij, zodat je de switches kan veranderen. En ik vond dit persoonlijk, we zien het eigenlijk te weinig. Het is een draagbare kabel, of in ieder geval een los te koppelen kabel. Het is wel gewoven en het is een USB type C kabel. Dat is denk ik een van de eerste toetsenborden die dat doet. Zelfs bijvoorbeeld die hele dure Asus ROG Claymore die we laatst behandeld hebben. Zelfs dat was ook gewoon met een USB of een micro-USB. Dus leuk om te zien dat nu ook de hardwarepartijen iets gemakkelijker meegaan met dit soort dingen. Wat we hier ook zien is, deze wordt dus aangesloten los hier met die USB-C aansluiting. Maar daar kun je dus ook van zeggen van ik wil ze linksom, rechtsom of door het midden jenken. Maakt het misschien wel iets lastiger om hem erin te krijgen. That's what she said. Maar zodoende. En dan zit hij zo mooi aangesloten. Ik vind dit persoonlijk heel mooi, maar er zijn andere mensen die hebben hem liever links of liever rechts. Ligt er een beetje aan hoe je setup is. Maar om even te kijken, ja weet je, voor die prijs, het zat er een beetje aan te komen. Hij is volledig RGB, 16,7 miljoen kleuren onder elke switch. Gaan we ook even kijken hoe dat eruit ziet met alle kleurtjes. Laat hem aansluiten in mijn laptop. Nou, zodoende, daar heb je het. Met alle kleurtjes van de regenboog. Hij gaat trouwens wel pokkensnel, die wave. Meestal is het zo'n hele langzame color spectrum, dat ze alle kleuren afgaan. Cooler Master heeft zoiets van, oh, heb je trouwens epilepsie? Nou weet je het zeker. Ik vind het gaaf, maar wat we dus ook zien, meteen mooi die toetsen die natuurlijk de blauwe cherries zijn. Ze zijn erg licht, maar wel heel erg clicky. Daar kennen we de blauwe cherries natuurlijk van. En dit is ook nieuw voor Cooler Master, dat zien we ook niet al te vaak, dat er hier toch een aantal dedicated media controls op zitten. Dat zijn natuurlijk wel weer rubberen doom, connectoren, of we moeten zeggen schakelaars. Maar het is in ieder geval leuk dat ook die erop zitten en dat die dus ook een eigen ledje hebben. Zullen we voor de totaliteit ook nog maar even dit hermetisch afgesloten pakketje met de extra toetsen openmaken? Dat zat eraan te komen. Oké, toen ik dit ding zag op de productfoto's, had ik zoiets van hoe is dit een soort van grijpertje voor de switches, of sorry, de keycaps om ze eraf te halen. Ik heb nog steeds geen idee, maar laten we het gewoon proberen op bijvoorbeeld de erg makkelijk geplaatste escape toets, waar dus ook een ding voor zit. Dus wat nou als we zo en dan... Nou ja, het werkt wel. Je houdt hem niet heel erg strak vast en hij kan zomaar onder je bureau vliegen. Maar zodoende haal je hem wel vanaf. Dan zie je bijvoorbeeld ook mooi dat die blauwe switch eronder zit. Die natuurlijk ook gewoon blauw is. Het is niet dat die blauw heet omdat dat een bepaalde klik is. Maar het is ook blauw omdat het letterlijk een stukje blauw plastic is. Klik lekker en dan zetten we daar zo mooi de escape toets op in het paars. Ik ben heel erg benieuwd of paars de juiste keuze is geweest. Want het is nou niet echt de meeste kleur die de meeste mensen associëren met games. Vaak is het rood of blauw, heel soms een keer geel. Nu is het paars. Cooler Master heeft daarmee wel zijn eigen statement hier erop gezet. Maar ik ben benieuwd of mensen paars leuk vinden om erop te zetten. Echt oprecht, laat het me weten in de comments wat jij ervan vindt. Dit is de Corsair... Sorry, de... Anyway, laat me weten wat jij ervan vindt hier in de comments. Dit was het voor de Cooler Master MasterKeys MK750. Ja, we gaan hem binnenkort behandelen in GamersNET hier en met een geschreven review. Dus mocht je eventueel vragen hebben of wil je het een of ander weten. Is het te duur? Is het te goedkoop? Hadden ze dingen anders moeten doen? Laat het allemaal weten in de comments, dan gaan wij ermee aan de gang. Maar tot die tijd klikken wij even lekker alle kleuren van de regenboog weg met de Cooler Master MasterKeys MK750. Ik was Tom van GamersNET.nl. Laat eens weten in de comments. Doei!